Al bijna 3 jaar schrijft voormalig museumdirecteur Rudy Fuchs stukjes voor De Groene Amsterdammer. En nu te lezen in dit boek. Nou, het zijn essays die gaan over kijken, naar kunst. En dan niet 9 seconden, zoals een gemiddelde kunstkijker erover doet. En ook niet eerst het titelbordje lezen en dan pas een blik werpen. Nee, hij kijkt geconcentreerd en zorgvuldig. En pas dan gaat er een wereld voor je open. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe ga je een werk van Donald Judd of van Willem de Koning te lijf? Mevrouw, mag ik iets vragen? Ja, tuurlijk. Wat vindt u van het werk, van dit werk? Het is heel raar. Heel raar? Ja, het is een beetje... Ja, weet ik ook niet. Dus, Ik vind het meer interessant dan mooi. Meer interessant dan mooi? Ja. Ja, het is aardig, maar ik zou niet weten wat ik ermee moet. Je hoeft er ook niks mee waarschijnlijk. Je moet er naar kijken. Hè? Je moet ervan genieten. Ja, ik vind het niet echte kunst. Ik begin met te kijken van hoe is het in elkaar gezet. Wat heeft die man gedacht? Zonder dat ik dat weet. Je kunt zien dat hij dus iets bedacht heeft om het systematisch te maken. Een ritme te geven. Een patroon. En hij heeft bedacht, het moet zo zijn dat niet 2 kleuren naast elkaar komen. Dat is het verschil, dat is het uitgangspunt. En die kleuren zijn ook heel, heel bijzonder. Die kleuren zijn heel erg artificieel. Het is het abstract maken van kleuren. Als je kijkt naar kleuren in schilderijen, heel veel schilderijen, die hebben een soort van natuurlijke herkomst. Hè? Het groen van de boom, het geel van het koeren of van Gogh. Hier zijn ze in een gezamenlijk, zo samen zijn ze. Het zijn echt industriële kleuren. Het is een heel ander soort geel dan rood. Dit is citroengeel. En dit is appelrood. Dit is antwoord. Zie je dat? Ik kan het niet uitleggen. Ik kan alleen maar zien. Je moet als het ware naast elkaar zien. Dat is dat die kleuren van Judd zijn totaal artificieel. Waarom wordt iemand verliefd op die en niet op die? Dat zijn ook van die kleine verschillen, van net een andere neus, een andere kleur huid, een andere ogen. Minimale verschillen die kennelijk voor mensen heel belangrijk zijn. Want jij bent wel jouw geliefde en hij niet, of zij niet. De kunst gaat, het gaat erom, hoe maak je iets unieks? Hoe maak je iets dat onverwisselbaar is, met alle andere dingen? Van die Judd is er maar 1 ter wereld. Er is er maar 1 ter wereld. Die Mona is maar 1 ter wereld. Als jij daar naar kijkt, hier alleen, dan ben jij de enige ter wereld die naar kijkt. Dat is ook een mooie gedachte. Kijk, het is weer een ander principe. Hier heb je dus een, hè? Het gaat allemaal uit van. Hij is een schilder, hè? De Koning. Willem de Koning, hij heeft gewerkt met was of gips, troep. En dan gevormd met zijn handen, hè, dat kun je zien. Gekneed, gedaan, aangezet, aangeplakt met een spatel. Hoe dan ook, hè. Dat, je ziet dat er allerlei manieren aan gewerkt is. Zoals een schilder met olieverf een schilderij opbouwt. Kloller nog een streep. En daarvan is steeds is het uitgangspunt een figuur, een menselijk figuur. Die staat of zit of hangt. Ja. Of bukt. Ja. Dus het is een transformatie, het maken van iets bijzonders, maar iets
van iets wat al bestaat, als het ware. Dat is verschil met... Dus die Judd vind ik beter. Het is van heel mooi. Dit is kunst uit de oude tijd. Hè? Dit is als Picasso, als het ware. Je neemt een figuur, een vrouw, en die ga je schilderen. Dan doe je alle dingen, die zet je het oor raar, en dat mag allemaal. Maar dan komt er een moment dat de kunst weer zegt van nu gaan we het van begin af aan opnieuw doen. En dat is wat er bij Judd gebeurt. Dus dat is iets van een nulpunt en opnieuw opbouwen. Kijk, het probleem in het algemeen is bij kunst dat je denkt dat je het zo kunt zien. De beroemde oogopslag, hè? Als mensen naar een concert gaan, dan luisteren ze een uur naar een opening, naar een symfonie, dan gaan ze niet weg. Dus dan nemen ze wel dat je kunt dus de symfonie hoor je dus van begin tot eind. Een kunstwerk heeft geen begin en eind. Maar het heeft wel een soort van ruimte. En die ruimte suggereert een tijd. Eigenlijk zou je het moeten kijken net zolang als de kunstenaar nodig heeft om het te maken. Hè? Dat is natuurlijk niet uitvoerbaar, maar dat is wel... Wel een denkbare gedachte, vind ik. De tijd nemen. Dat is alles wat ik heb. Dat is het enige wat ik zeg in het boekje. Neem de tijd. Lees het gedicht uit van het begin tot het laatste woord. En niet bang zijn. Niet geloven wat je leraar zei op school, want het is moeilijk. Nee, het is helemaal niet moeilijk. Je ziet alles. Alles zie je.